Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. In het noordoosten van het land hebben wolken niet zoveel aandeel in het weerbeeld. In het zuidwesten daarentegen wel. Daar is het op de meeste plaatsen al bewolkt. En in de loop van de ochtend kan er wat lichte regen vallen. De temperaturen liggen vanochtend rond een graad of 6. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Dat blijft vanmiddag ook zo. De bewolking breidt zich wat meer uit. En ook in het middenwesten en zuiden zou wat lichte regen kunnen vallen. In het oosten en noorden blijft het waarschijnlijk droog. Maxima tussen 8 en 10 graden. Ook vanavond, vooral in het zuiden, nog wat lichte neerslag, in het noorden opklaringen. Temperaturen dalen naar een graad of zes en de wind begint te draaien, wordt al oostelijk. En morgen draait die wind door naar noord tot noordoost. In het zuiden valt nog een enkele bui, in de rest van het land schijnt de zon al geregeld en het wordt in de middag 8 tot 10 graden. De dagen die volgen blijft de wind noordelijk van richting. En dat is een beetje lastig in het voorjaar, want dan heb je de Noordzee voor de deur. En dat betekent aanvoer van wolkenvelden, maar tussendoor ook zeker ruimte voor de zon. De eerste dagen blijft het nog aan de frisse kant. Temperaturen liggen zo tussen de 8 en 10 graden. Op een enkele plek komt het kwik een keer een graadje hoger uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.